Dat ene ding wat niemand leuk vond of een goed idee vond, is neer? Hallo mensen, mijn naam is de Mad Luigi. Ja, Google Stadia. Google Stadia, die fijne service waar we allemaal van houden. Voor de mensen die Google Stadia niet kennen, en dat wordt je heel erg vergeven, want volgens mij gebruikt niemand dit. Het was de gaming division van Google, laat het zo zeggen. Het was Google's antwoord op videogame consoles. Nou, toen Stadia een paar jaar geleden werd aangekondigd, had ik een video gemaakt waarbij ik liet weten dat ik niet bepaald blij was met dit hele idee. Ik bedoel, ik denk dat mijn mening over cloud gaming wel duidelijk is. Ik hou er niet van als het wordt gedaan op Nintendo Switch. En ik hou er niet van als het wordt gedaan op de manier hoe Google Stadia het wilde doen. Google Stadia belofte was, dit gaat consoles vervangen. Wij geven jou een streaming service waarbij je de allernieuwste games kan spelen. Zonder downloadtijden. Je kan ze gewoon meteen kopen en spelen. En het vervangt al je consoles. En daar ging het mis. Kijk, mijn grote probleem met Google Stadia was niet dat het game streaming was. Streaming en cloud gaming heeft sowieso een toekomst in de game industrie. Ik denk niet dat het ooit volledig native gaming gaat vervangen, maar het heeft zeker weten wel een toekomst. Alleen wat Google wilde doen, wat mensen zoals ik heel erg boos maakte, was volledig gaming vervangen. Gewoon volledig gaming vervangen met cloud gaming. En dat was de foute move. Nou, Google vond het waarschijnlijk ook niet zo heel erg succesvol, want uit berichten is gebleken dat Google Stadia niet volledig weggaat. Alleen maar grotendeels. Kijk, Google staat altijd bekend voor het doen van nieuwe ideeën en het dan vervolgens een paar jaar later weer sluiten. Ze hebben zoveel projecten die ze hadden aangekondigd, die dan een jaar of twee blijven en dan vervolgens weer weggaan. En dat lijkt erop dat het ook gebeurt hier met Google Stadia. Wat momenteel gaande is dat Google dus Google Stadia gaat vervormen in een third-party service voor third-party games. Dus een manier hoe third parties gebruik kunnen maken van de Google Stadia technologie om hun games te streamen. Dus bijvoorbeeld als er een game naar Nintendo Switch komt die met cloud gaming werkt, dan zou dat potentieel via Google Stadia kunnen gaan. Ik bedoel, we zagen dit allemaal al lang aankomen bij Google Stadia. Het was nooit echt bijzonder succesvol. Ik hoorde er nooit iemand over praten. Ik dacht dat dit eigenlijk veel eerder ging gebeuren, moet ik eerlijk zeggen. En een tijdje terug had Google natuurlijk al hun studio's die ze specifiek hadden gekocht en opgezet voor het maken van exclusieve Google Games, hadden ze gesloten. Zijn mensen hier daadwerkelijk verdrietig om? Nou, er zijn mensen die daadwerkelijk Google Stadia gebruiken en zeggen dat het prima werkt. En ik zeg niet dat Google Stadia niet werkt. Ik zeg gewoon dat het verkeerde idee was met cloud gaming en op de verkeerde manier was uitgevoerd. Kijk, weet je wat Google Stadia had moeten zijn? Nou ja, het liefst had het gewoon een console moeten zijn waar je games op kon kopen. Ik sta nog steeds open voor een nieuwe consolemaker die in de race kan komen samen met Sony, Nintendo en Microsoft. Want dat is altijd goed. Meer competitie is altijd goed. Waarschijnlijk gaat het keihard falen, maar competitie is altijd goed. Maar nee, wat Google Stadia echt had moeten zijn als het deze cloud service wilde doen, was gewoon letterlijk Netflix voor games. Game Pass wordt sowieso gezien als de Netflix voor games en zij hebben daadwerkelijk een cloud optie. Je kan op mobiele devices zoals een Android apparaat of een Apple apparaat, kan je de Game Pass app downloaden en kan je vanaf daar op je device games streamen. Alsof het letterlijk gewoon Netflix was voor games. Google Stadia had niet gameconsoles moeten vervangen, in mijn mening. Echt compleet moeten vervangen, want de manier hoe ze brachten was echt zo van, zij wilden dat dit de nieuwe standaard zou worden voor gaming. En ik denk dat iedereen die een console heeft of een PC hebt wel kan beamen dat dat gewoon echt een heel erg kut idee is. Wat ze hadden moeten doen was letterlijk, zoals ik zei, gewoon doen wat Game Pass met cloud gaming doet. Gewoon een service, je abonneert erop en je krijgt gratis games en boom! Je hebt een betere versie van Google Stadia. Ik moet zeggen, als iemand die nooit echt fan was geweest van Google Stadia, dat ik blij ben om te zien dat dit weggaat. Want Google Stadia, in mijn mening, was gewoon nooit een goed idee. En ik ben er nooit een fan van geweest. Ik was best wel geïrriteerd toen het werd aangekondigd en toen iedereen deed alsof het
echt de volgende stap in gaming geworden. Ik heb gesprekken op Twitter gehad waarbij mensen zeiden van oh, over 10 jaar heb ik Google Stadia. En dan kan ik in 4K gewoon lekker al mijn games spelen in de hoogste kwaliteit. En wat heb jij? Jij hebt lag met je PC. En kijk eens, ik heb mijn PC met al mijn games nog. En die persoon op Twitter die heeft waarschijnlijk niks. Want dat is nu ook inderdaad een eentje. Mijn grootste probleem met Google Stadia was dat je de games individueel moest kopen. Als het gewoon een cloud gaming service was geweest waarbij je ze leende, zoals met Netflix, dan was het prima geweest. Maar met Google Stadia moest je niet alleen een abonnement nemen, want je kon ook een pro-abonnement nemen. Ik weet niet precies wat dat deed, maar je kon het nemen. En dan kon je games kopen. Als in, zeg maar, voor 60 euro gewoon, net zoals je doet op een console, gewoon games kopen. En nu vraag ik me af, als Google Stadia eenmaal neergaat, als het niet meer een consumentenproduct wordt waar mensen voor op kunnen abonneren. What the fuck gebeurt er met al die games? Momenteel zegt het officiële Google Stadia account dat ze nog doorgaan en dat de toekomst heel erg goed eruit ziet voor Stadia. Alleen, ik heb zo mijn twijfels. Waarschijnlijk gaan ze nog wel een tijdje door, alleen... We weten nu dat de prioriteit voor de consumentenversie van Google Stadia zo laag is en ze zoveel meer gaan doen met de technologie zelf en het verkopen aan andere bedrijven, dat ik het niet zie gebeuren dat Google Stadia als een echte service het nog heel erg lang gaat uithouden. Want dat is mijn grote probleem. Ik ben heel erg van de game preservation. Ik vind dat gaming een vorm van kunst is. En ik vind dat we dat heel goed moeten bewaren met elkaar. We moeten alle oude games goed bewaren. Daarom doe ik ook aan game collecting. Dus het feit dat al deze games die dus op Google Stadia staan, gewoon opeens weg zijn. Ik bedoel, gelukkig zijn de meeste games die erop staan third-party games en geen daadwerkelijk echte exclusieve games die Google had gemaakt. Maar nog steeds, al die games gewoon in één keer weg. En dan natuurlijk is het een heel groot probleem voor de consument, voor de mensen die daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van Google Stadia, want die zijn er. Mensen die daadwerkelijk 60 euro hebben gespendeerd aan hun games, wat gaat er met die games gebeuren? Waar kunnen ze die nu nog spelen? Krijgen ze van Google Stadia een tegoedbon of zoiets? Krijgen ze een Steamcode voor hun games? Ik heb geen idee hoe dit zal gaan. We moeten maar zien wat het gevolg hiervan is. In ieder geval mensen, laat me weten wat jullie denken van dit nieuwtje. Ben jij verdrietig dat Google Stadia weg is? Heb jij het veel gebruikt en vind je het nu vervelend dat je het niet meer kan gebruiken in de toekomst? Of heb je geen idee wat Google Stadia is? Nogmaals, dat wordt je vergeven als je het niet weet. In ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan like, abonneer ze ook al leuk zijn. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!